Eindelijk gearriveerd in Positano. En het is gelukkig gestopt met regenen tot nu toe. Oké, we zitten hier op het strand in Positano en normaal gezien moet je €25 betalen gewoon al voor het strand te mogen betreden, maar dat gaan we uiteraard niet betalen. Dus we zijn stiekem het strand opgeglipt. En kijk, we hebben het zelfs helemaal voor ons alleen. Door het coronavirus zijn er uiteraard minder toeristen en dat betekent ook minder bussen. Wat momenteel echt een heel groot probleem is, want de busstops staan nergens echt duidelijk aangegeven. De busuren ook niet. We hebben meer dan een half uur staan wachten. Ja. In Positano voor de bus naar Sorrento, die kwam er maar niet door. Ja, dus uiteindelijk hebben we dan toch besloten om een taxi te nemen. Die man is gewoon gestopt aan onze halte en vroeg €10 per persoon, wat dan toch wel de moeite is en goedkoop is. Dus ja, dan hebben we dat maar gedaan. De wegen hier en de Amalfi Coast zijn heel erg bochterig, kronkelig. Wat betekent dat we regelmatig eens ziek worden onder de baan. Mooi. Het is onze laatste dag in Sorrento. En Rani is verschrikkelijk moe. Omdat deze twee meiden het heel erg laat maken. En ik mijn slaap nodig heb. We zitten hier momenteel eventjes op een rots aan het water. Gaan gewoon even zwemmen. En dan gaan we tegen de namiddag richting Amalfi. Mooie plekje gevonden om even tot rust te komen en eventjes te zwemmen. Maar guess what? Uiteraard moet je ook hier overal betalen. Het stoeltje kost toch ruim €17 of zo. En aangezien dat we hier eigenlijk maar één uurtje willen liggen, is dat niet te moeite. Zit niet meer. Dus we gaan nu naar Minori. Daar is ons volgend hotel gelegen. Maar op 6 minuutjes van de beach. Dus dan gaan we daar gewoon nog een beetje op het strand liggen en verder niet veel doen vandaag. Ik ben doodmoe. Nastia heeft iets super speciaal gekozen in de ijsshop. Unboxing. Oeh. En er zitten 4 ijsmacarons in. Nee, 6. 6. En 2 soorten ijs. Oké, we zijn net aangekomen in Minori. En Joni die neemt vannacht de taxi richting de airport, want zij moet terug naar huis. Nastia en ik spenderen morgen nog 1 dagje in Amalfi en Ravello, als ik me niet vergis. En tegen de avond gaan we ook naar de voet van de Vesuvius om daar nog 2 nachtjes te overnachten. En Pompeii en Vesuvius. Dan zijn we naar huis. Zoeken! Ziza! Zoom! Ziza! Ja, nee, Ziza. Het heeft hier zelfs heel wat gelijkenissen van Positano. En een gratis strand. Joni is deze nacht getrokken richting de luchthaven, terug naar België, aangezien ze morgen vertrekt naar Zwitserland. Dus hier zitten we dan met z'n tweetjes
En vandaag gaan we naar, we wandelen naar Ravello. En als we nog energie over hebben, gaan we wandelen naar Amalfi. Indien niet, nemen we gewoon de bus. Het is amper een uur wandelen naar Ravello. Maar toch gaat het echt een hele intense tocht worden. Kijk maar zelf. Door de vele trappen. Dus we zijn nog maar net vertrokken. We zijn nu al helemaal bezweet. We zijn nu voorbij de helft. We hebben al een heel eind gelopen, al enkele honderden trappen gedaan. En we komen helemaal van daar, een klein stukje strand, daar zijn we eigenlijk begonnen. We zijn gearriveerd in Ravello en we hebben ons eventjes neergezet. Om eventjes te bekomen, iets fris te drinken. Yeah. En vooral voor Nastia. Pakketjes. Ja, het staat vol met blaren. Heel erg goed. Dus ja. We wilden dus naar Villa Ruffolo. Maar, guess what? De prijs voor gewoon bloemetuin en zo te zien. 6 euro per persoon. We hebben Villa Ruffolo of Ruffola nu gedaan. Maar was die 6 euro waard, Nastia? Nee. Nee. Het is inderdaad, het is wel een mooie tuin. Zeker niet lelijk. Heel mooi plekje om rond te wandelen. Maar 6 euro is toch wel vrij veel voor hetgeen dat je er maar voor krijgt. Dus geen aanrader. We zitten momenteel in de taxi richting Heracle, waar we morgen de Vesuvius gaan beklimmen en Pompeii bezoeken. Onze taxichauffeur zit wel nogal veel op zijn gsm bezig. Dus laten we hopen dat we daar veilig geraken. Onze taxidriver is 62 jaar oud en hij rijdt vlotter dan mijn moeder. Vandaag gaan we de Vesuvius beklimmen, of zoals de Italianen ook al zeggen, de Vesuvio. We zijn net tickets gaan halen, net een uur geleden tickets gaan halen. En het voelt eigenlijk wel een beetje als oplichting, want op de website staat 10 euro voor de bus. En hier rekenen ze ons plots 15 euro aan, wat toch wel een stuk meer is. Bovendien kunnen we ook geen enkel ticketje kopen, wat wel onze bedoeling was, want wij wilden gewoon een enkel ticket kopen. En van de Vesuvius met de bus naar Pompeii gaan, dat was niet mogelijk. We moesten echt verplicht een heen- en terugticket kopen. Ja, inderdaad. Ook de prijs voor de toegang tot de Vesuvius of de Vesuvio was ook veel duurder dan eigenlijk in eerste instantie gezegd werd op het internet. En alsof dat nog niet voldoende is, laten ze ons bovendien ook nog een uur en een half wachten voor de volgende bus. Er zijn namelijk maar een aantal mensen toegelaten per bus en voor de beklimming van de Vesuvius. En ik denk dat we eigenlijk net te laat waren. Dus we zijn super vroeg opgestaan voor niets. We dachten van we gaan heel vroeg opstaan voor het niet te heet te hebben tijdens de beklimming. Maar ik denk dat we nu pas tegen de middag zullen aankomen. Dus dat gaat zweten worden. Oké, misschien zijn we te veel gewoon of lagen onze verwachtingen veel te hoog. Maar eigenlijk zijn we wel een beetje disappointed. Ik had er meer van verwacht, om eerlijk te zijn. We zijn net toegekomen in Pompeii. Mijn voeten staan vol blaren. Het is echt zweten, gigantisch warm. Het was met de trein ongeveer een half uurtje rijden. Ja. En normaal gezien was de inkom voor Nastia 16 euro. Maar we hebben maar 2 euro moeten betalen. Ja,
omdat we gewoon twee blonde meisjes zijn, doen ze overal extra vriendelijk en krijgen we toch wel her en der wat extraatjes. Ook gratis pleisters gekregen trouwens. Dus ja, pluspuntje. Met heel veel disappointments, heel veel moeilijke momenten, maar was het toch nog een beetje leuk? Absoluut, het was toch nog een klein beetje leuk. Dus hopelijk hebben jullie genoten van ons vlog en tot de volgende keer!